Hallo guys, leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe video. Ja, ja, we gaan iets heel leuks doen vandaag. We gaan de provincie uit. Dat is al heel wat dat voor ons. Dat is al heel leuk. We zitten natuurlijk altijd in Groningen, maar we gaan naar IJsland. Ja, want we gaan naar Gorredijk, naar Modehuis Rintsma. Mm-hmm. En Modehuis Rintsma, dat is echt de parel van het noorden. Ja, op het gebied van shop. Jij begon erover, jij was er een keer geweest. En ik had het op televisie gezien bij het programma De Opvolgers, volgens mij heet dat zo. Dat je dus dan dan gaat zo'n gezin kijken van wie het bedrijf gaat overnemen. Dat is altijd een familiebedrijf. En daar zat het in. Ja. En toen zag ik het al. En toen zeiden ze al van hier komen altijd de stylisten uit de Randstad. Komen hier shoppen voor de BN'ers. Ah, toen dachten we natuurlijk, ja, daar moet wij ook zijn. Toen dacht ik dat ik dat niet wist. En toen begon jij erover. Toen hadden we zoiets van, we moeten daar ook heen. Want Katja Schuurman en iedereen komt daar. Iedereen komt er. Ja. Nou, en ze hebben 2 verdiepingen. Mm-hmm. En wij gaan shoppen bij de bovenverdieping. Dat is de on-trend afdeling. En daar hebben ze dus echt allemaal een beetje de laatste trends. En dan gaan we even kijken wat voor de zomer het leukste voor ons bij is. Nee, maar nemen jullie mee? Yes! We zijn er! Oh, jeetje! Het lijkt wel een groot stadhuis. Mooi, hè? Gorredijk. Had je niet verwacht, hè? Nee, het is echt een verborgen parel. Mooi. Ja, het is allemaal een beetje ethisch en pastel en kleurrijk. Ja. Echt super leuk. Ja. En er is dus ook een hele leuke jumpspar. We kunnen hier wel even een fotootje maken. Ja, tof hè. Maar gaan we eerst een kleurrijke outfit shoppen. Ja, wat hier een beetje bij past. Only. Ja, kijk, Only is natuurlijk heel betaalbaar. Oeh, oh, die is 12, wel leuk. €12,99. Ah, het is wel een parel hoor, dit. Ja, ja. Oh, ja. Mooie basic, maar ook weer... Maar toch wel iets speciaals. Ik vind deze heel leuk. Ja, ik ook. €12,99. Dit zie je eigenlijk in interieur ook veel, hè? Van dit soort posters en zo met zo'n tekening. Ja, een beetje Picasso-achtig. Yeah. Hè? Met één zo'n zwarte... Ja. Ja, ik vind het ook heel mooi. Nou, die ga ik gewoon even passen. Ik vind die leuk, ja. Dit lijkt wel zo'n oude gangentrui, hè? Flashback. Ja, ik heb een beetje flashback. Alle 90's ethische kinderen die kennen dit. Hé, die trainingsbroekjes die zijn er natuurlijk ook wel. Die hangen daar ook wel, hoor. Ja, en Australian, hè? Ik had een laatste Australian trui. Ja. Al die merken zijn ook weer helemaal terug. Man. Dus we gaan het weer opnieuw beleven. Ja, ik vind het eigenlijk wel heel vrolijk zo, hoor. Ja, we gaan weer opnieuw hakken. Ik vind het wel leuk. David Bowie. Leuk. Die is €24,99. Maar kijk, en dan doe je er weer zo'n leuk rokje bij. Dit is echt, jouw stijl, hè? Ja, mijn stijl met een streep sportief. Deze is €19,99. Dus leuk. Dat ga ik proberen. Ja, zeker doen. Hé, hey Elma, die riempjes, hè? Dat zijn echt van die jaren 80 riempjes. Zijn die weer helemaal terug? Had jij dat ook al... Nou, deze eigenlijk had ik niet echt zo gespot, maar wel die wat dikkere, zeg maar. En dat je hem dan zo knoopt. Ik ben ook helemaal verbaasd, want dit zijn al die smalletjes, die koop ik normaal in de kringloopwinkel. Yeah. Dit is echt wat je in de jaren 80 had, die hebben wij gewoon nog liggen. Ja, echt? Ik heb die nog liggen, inderdaad. Heb jij een mooie jurk? Nou, jij zoekt toch een Spaanse ruffel? Ja, maar ik zoek... Maar even. Nee, ik zoek een kortere. Gewoon zo'n trendje die ik laatst ook aan had. Oh ja, maar de Bristol. Deze is niet heel lang hoor. Want hij is hoog. Ik vind hem wel mooi, maar niet. Ik vind hem. Die kleur vind ik niet mooi. Ik wil een beetje blauw of zwart. Of... Heb je al wat gevonden? Ja. Oh. Oh jeetje, wat heftig. Kijk, zo'n pakje. Oh. Ja, leuk. Ja, het is niet mijn smaak, maar ik denk dat het wel heel knallend bij jou staat. Nou, dit is even weer zo'n basic waar ik weer blij van word. Ja. Gewoon zo'n rokje met zo'n streep aan de zijkant, heel sportief. En dan doe ik er soms wel gewoon een beetje wat chique wit blouseje bij. Om het een beetje te compenseren. Super comfy. Ja, super comfy. Maar toch leuk. Met een leuke sneaker. Ja.
Ja, ja, daar is hij weer. Het wordt echt tijd dat je daar ook een keer wat van het aan... Het wordt echt tijd dat ik er iets... Maar dit is wel leuk. Een beetje opgenopt. Ja. Dan ja. Mijn jeans. Ja. Mijn broek, kort broekje ook. Ja. Ik ben dus ook weer helemaal into Levi's. En ze hebben hier ook een mooi spijkerrokje. Ah. Deze is ook in het zwart. En dat vind ik echt wel een hele mooie basic voor de zomer. Dus die ga ik ook even passen. Ja, 59 euro vind ik ook nog wel meevallen op zich. Ja, want dan heb je wel echt een super mooie denimrok. Hè? Ja. En dan alles kan erbij. Dus je hebt er wel echt ook veel plezier van. Oh ja. Oh, ja, op vakantie. Met je, als je je bikini aan hebt en dan doe je er even wat overheen. Nou, nee hoor. Oh, jij gaat hier... Ik heb echt s'avonds in zo'n... Oh. Oh nee, hij is ook wel iets langer dan ik dacht. Hij is heel mooi. Ja, het is een beetje... Een beetje bruidsjurk bijna. Een Ibiza-bruiloft. Ja, ik vind het wel heel mooi hoor. Ik ga het proberen. Ja, leuk. Ik vind ook cowboyboeken. Ja, een beetje... Oh ja, neon hè, ja ja. Neon. Draaien, een beetje dik misschien. Maar... En sieraden. Hey, deze vond je zo leuk. Van die grote met van die... Ja, die zijn ook leuk. Ja, dan maak je outfit wel helemaal af dan, hè? Het gaat maar door, hè, hier. Zo groot. Ichi. Ik had net helemaal gezegd dat ik voor basic zou gaan vandaag. Maar toen zag ik dit aan. Toen dacht ik, ja, vind ik dat toch wel weer heel leuk, hè? Ja, het is een ruitjespak. Ja. Maar dit is wel strak. Het is van Lovies. Oh. De broek die zit gewoon helemaal aangesloten. Ja. Ja, misschien dat ik nog even een maat groter probeer. Van de broek? Van de broek. Mm-hmm. En het jasje wil ik juist even een maat kleiner proberen. Want het is wel een beetje oversized, maar ik vind hem wel erg breed. Ja. Maar op zich, ja, wel heel erg leuk. Ja, het is wel echt even een eye-catcher zo. Ja. Mm-hmm. Ja, heel leuk. En het jasje is €59,95. Ja. Het is niet een belachelijk duur pak. Dus dat is wel weer fijn dat het van Lovies is. En deze is €49,99. Ja, ja, leuk hoor. Nou, voor een feestje of zo. Opvallend. Ja, maar jij kan dat. Jij kan hier gewoon ook mee naar het schoolplein gaan. Dat maakt jou niks uit. Nee. Ik vertegenwoordig wel even de moeder op het schoolplein. Mommy style. Ja hoor. Nou ja, ik hou heel erg van dit soort rokken. Mm-hmm. Gewoon lang. Comfortabel. Ja. Lekker bedekkend. Lekker bedekkend. En ja, ik vind het grappig. €30. 25 euro. 25 euro. En het shirtje is dus ook weer even een basic. Wat ik expres Die gepakt. Heb je ook even hier gepakt. En die is... Sisters Points. €29. Ja, die vind ik echt heel mooi. Het is een beetje een zachte... Zeker, wat voelt die lekker. Een satijnachtig. Je ziet dat het een chique basic is. Hij kreukt ook niet. Dus hier, deze wil ik eigenlijk wel. Want het is echt eentje die je dan overal bij kan doen. Ja. Want het is geen t-shirt, het is echt... Nee, hij kreukt niet. Ik denk dat hij ook heel mooi gewoon zo uit de was komt. Daar heb je niks meer aan te doen. Zeker. Echt, dit vind ik heel chique. Mommy proof. Mommy proof. We houden ook een beetje van gemak. Back to the 60s. Ja, het is een beetje tweedy eigenlijk, ja. Ja, ik kreeg ook een beetje van die jaren 60 vibes erbij. Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik moest eventjes wennen. Mm-hmm. Van de kleur vooral. Ja, ja, ja. Maar ik vind het wel, het is wel leuk. Het jasje is best wel dik eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat is ook nog wel lekker. En wat voor merk is dit dan? Dit is ook van Lovies volgens mij. Als je ook alleen dat rokje aandoet met een zwart topje erbij, dan is het ook weer minder heftig, hè? Dan kan je het een beetje afwisselen. Ah ja, deze 69. Oké. Okay. Nou. Ja, zo is het eigenlijk ook leuk, hè? Mm-hmm. Dat je alleen het rokje... Ja, kan je het ook los van elkaar kopen, dan? Gewoon met zwart. Ja, tuurlijk. Oh. Ja, vind ik ook leuk. Ja, zo is het ook leuk. Ja. Ja, met jasjes wel heel heftig en dan moet je maar net daar dat moment voor hebben. Het zit wel goed. Ja. Ik vind het ook leuk altijd als zo'n riempje zit. Mm-hmm. Ja, leuk. Hot. Ik zeg hot. Ik zeg ook hot. Nou, heb je hotte spijkerrok aan? Ja, hij is iets korter dan ik normaal gesproken heb. Ik moet ook niet langer. Ik heb allemaal van die adertjes op mijn been. Nou, ik zal jullie dat besparen. Maar dan moet ik niet te kort zitten, want dan zie je dat. Dus het moet er een beetje ertussenin. Ja. En het is een stretch. En dat is voor mij echt comfort. Vind ik belangrijk, hè? Dus ik ga ervoor. Dat. Oh, leuk. Ja. Missie. Wow, ik heb hem aan. Mijn missie. Dit is het Levi's spijkerrokje. Mm-hmm. Ja, ik vind hem wel heel mooi. De basic waar je soms in investeert. Ja, hè? Ik vind persoonlijk deze rafel iets te lang, dus die zou ik dan net een beetje afknippen. Ja. Maar ja, kijk, hij zit gewoon wel... Ja, kijk, zoals hier aan de achterkant vind ik het leuk. Ja.
Hij zit gewoon top en alles kan erbij. Hè? Je kan er gewoon een basic shirtje bij met een gimp, maar je kan een feestje kun je hem ook een beetje aankleden met een blouse en een hak. Ja, ja. Zoals nu met hakken vind ik ook heel leuk. Ja, hij is en leuk. Ik heb dit er nu bij. Dit is een beetje zo'n een korter Ja. Ja, met een zwart topje erboven. Ja, leuk. Ik vind het een hot setje. Ik ga weer voor de koffie doen. Heerlijk. Ja, kijk. Ik vind het wel leuk. Met de streep. Maar dan... Ja, nu vind ik hem ook met zwart erbij. Eigenlijk, wacht, ik doe even wat wits erbij. Nou, toch even weer met wit erbij. Net even wat frisser. Ja. Nou, ik vind dit wel een hele fijne door de weekse rok. Gewoon lekker als je thuis bent. Gewoon niet als je naar een feestje gaat. Maar hij is van Only. Hij is €19,99. Nou, kijk. En het is volledig stretch. Dus het kan nog steeds, hè, de panter. Maar dan op een sporty way, hè, met die streep er langs. Ja, en misschien even met een ander schoentje erbij, of een slippertje of zo. Dus, ik zou er een sneaker bij doen. Maar... Oh ja, dat kan natuurlijk. Oh, dat is leuk, een witte sneaker. Ja. Ja, dat vind ik een heel goed idee. Ja, hot. Hot. Topje? Ja. Ja, zo'n topje heb ik ook al een tijdje op het oog. Uh-huh. Zo'n doorknooptopje. En ik vond deze wel leuk omdat hij geel is. Ja. Ja. En dat vind ik voor de zomer echt best wel een leuke kleur. Ja, zeker. Als je bruin bent. Ja. Nou, ik heb een basic topje gevonden. Nou, basic? Vind hem heel glamour eigenlijk. Ja. Kijk nou. Klein tijgerprintje, leuk, subtiel. Die hals is leuk. Hij is leuk, hè? Ja. En mooie kleur blauw. En hij is niet zo duur. Hij is... Oh, hier. Ach, €20. Top. Nou, dit heb ik er even bij gedaan. Ik zelf 1000 van deze rokken thuis. Ja, dat klopt. Maar goed, je kan... Dacht, het kan toch niet waar zijn? Nee. Ik ga niet nog eentje bij. En dan moet ik gewoon zwarte schoenen bij. Dus dat is echt een detail. Maar ik denk dat het ook leuk is als je zeg maar bij een beetje zo'n pantalonachtige broek die wat hoger is. Mm-hmm. En dan is het gewoon super chic. Ja, als je dan mooie schoenen bij hebt. Grotere. Ik heb trouwens een M aan, maar ik heb wel veel L ook geprobeerd. Ik vind het allemaal eens wat wijder. Nee, maar dit zit perfect. Is het niet groter? Ja, ik weet niet. Ik vind hem hier een beetje strak zitten. Oh, denk je dat je boezem gaat groeien? Ja, dat is natuurlijk de hoop die ik heb, hè. Nee, maar een beetje wijd vind ik toch... Ik vind het wel mooi zo. Thanks. Nou, dat is de Ibiza trouwjurk. Ja, nou, wel leuk, toch? Ja. Ja, hij zit hier ietsje ruim, dus daarom trek ik hem hier even zo mooi te zitten. Ja, oké. Okay. Is wel leuk. Hij is leuk. Transparante stukje. Mm-hmm. Oh, oké. Okay. Oh, ja. En even kijken hoor, wat kost de trouwjurk? €139,95. Ja, voor een feestje. Voor een feestje. Voor een white bruiloft. Ja. Echt? Terwijl het normaal niet mag, hè? Nee, als, juist, dat kan je natuurlijk doen als thema, dat iedereen in white komt. Ja. Een basic tip van Annemarie. Jazeker. Deze is 19... Wat is die? Dat kan ik helemaal niet lezen. €21. €21. Het is weer zo'n lekker glad stofje. Ja. Dus dan denk ik toch dat ik dit leuker vind nu dan dat zwart. En dit is leuk, hè? Dat het hier een beetje ingenaaid zit. Ja. En het geeft ook een beetje volume aan de bovenkant. I need it. Bij de boezem. Precies, dus dat is een goede. Kijk, en met mijn nieuwe rokje erbij. Ja. Ik vind het een casual outfit. Ja, en dan kan je nog even een leuke riem bij doen of zo. Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ik zeg wat. Heb je hem verkeerd om? Nee. Dat niet. Maar... Wat een mooie rug heeft die trui. Kijk. Ja, moet je, zowel zonder dat je dat aan het ziet. Ja, en dan is het eigenlijk een beetje een summer trui. Huh? Leuk, hè? €33,95. En hij zit dus ook heel lekker. Echt gewoon... Je kan hem zo op je blote huid aan. Niks, ja, echt een trui voor de warme of koudere zomeravond. Hè? Ja, en dan een witte skinny. Want ik dacht van, ik kan natuurlijk laatst een witte mom jeans. Mm-hmm. En ik dacht, het is eigenlijk ook wel handig om gewoon een witte strakke broek te hebben. Ja. Bij sommige polderstukken. Ja, leuk. Goeie basic ook weer. Ik weet het niet helemaal. En waarom niet? Ziet hij niet goed? Nee. Het is weer ineens zo dat hele elastische, daar hou ik eigenlijk niet zo van. Ja, ik hou er weer wel van. Ja. Beetje tracking achter. Ja. Ja, dat... Jij bent nu inderdaad in die andere fase. Ik ben helemaal in die andere fase geraakt. Ja, ik snap het. Ik maar ja, snap als het. Je wat iets langers hebt... Is het ook... Ik vind het een mooie combi zo. Ja, kijk. Wel leuk, hè? €12,99. Ja. Nou. En het rokje, die hadden we net al gezien. Ja, ik vind het een leuke combinatie. Nou, okay. We zijn geslaagd. Nou, zeker geslaagd. Kijk, nog een kaartje. Oh, kun je die gewoon meenemen? Ja. Kijk, dan kun je iemand uitnodigen om een keer samen te gaan shoppen. Bij you are beautiful. Deze neem ik ook mee. Kijk, hè? Ja. Ja, we zijn er weer. Ja, jeetje. We hebben ook echt zo'n tas, wat je ook altijd op televisie ziet in van die
dus films en soaps. En dan zijn ze aan het shoppen en hebben ze altijd zo'n mooie cartoon tas. Ja. Het is altijd een beetje zo'n luxe shopping. Ja. Het was echt een heel geslaagde ochtend, hè? Zeker. Ja. Heel lang geweest. Nou, echt. Maar je kan er nog wel veel langer zijn. Ja. Want we waren dus nu eigenlijk alleen maar boven geweest. Als je wil, kan je echt... Het is eigenlijk een warenhuis. Formaat en inhoud. Ja, we hebben eigenlijk alleen maar één afdeling laten zien. Maar we hebben wel hele leuke dingen gevonden. Ja. We hebben expres een beetje gelet op dat het ook een beetje budgetvriendelijk is. Ja. Hè, want alles was daar natuurlijk, hè. Calvin Klein, allemaal grote merken. Maar goed, wij vinden het ook leuk om altijd een beetje die pareltjes te zoeken. Want we weten dat jullie dat ook leuk vinden. Dus het is een beetje een mix geworden. Ja. Nou, begin jij maar. Ik begin even. Ja. Nou, ik heb dus dat rokje meegenomen. Deze was €20 van Only. En ja, ik blijf dit gewoon een hele leuke print vinden. En dit kan ook gewoon nog steeds. Met een wit shirtje of een hemdje erbij. Ik kan de hele zomer... Maar dit is ook leuk, hè, dat hij ook een beetje sporty is door die streep en het stofje. Hij is dus een beetje verwassen. Maar dan wel op een sportieve manier. Precies, want hij is ook een beetje verwassen. Het is echt een beetje zo'n stoere hij voelt ook lekker. Ja, dus daar ben ik heel blij mee. Ga je nu alles laten zien? Ik ga het om en om doen. Nou, ja. Het Levi's sokje heb ik meegenomen. Ja, ja, ik was meteen helemaal verkocht. Hij zit gewoon perfect. En nou ja, hij is dan €59,95. Maar dit is gewoon echt zo'n basic waar je echt gewoon de hele zomer plezier van hebt. En je kan het dus met een t-shirtje doen of met gewoon een wat chiquere blouse. Nou, ik heb er in de winkel ook verschillende dingen bij gepast. En ik heb ook sommige dingen daarvan meegenomen. Dus die laat ik ook nog zien. Maar eigenlijk, heel veel dingen staan er leuk bij. Ja, zwart is gewoon slim om dan te kiezen. Dit had er ook wel leuk bij gestaan trouwens. Ga eens kijken. Zo, die zwarte rok. Ja, kan ook hoor. Ja, dan dat topje. Ja, dit en dan is het leuke heel leuk. Ja, dit is echt leuk. Dit is een hele leuke combinatie. We kunnen ook stoere zwarte boots. Zo jammer dat we niet dezelfde maat hebben. Dat we niet kunnen ruilen. Maar goed, deze is van Only. Ik heb een topje meegenomen met een pantenprintje. Ja, ik vind die mooi hoor. Deze is ook een mooie kwaliteit, vind ik. Wat dikker. Wat dikker. Het is misschien voor een beetje warm. Hij is 1999. Ja. Dus dat valt ook weer mee. Ik heb een L genomen, want de M zat een beetje strak. Hij viel gewoon wat kleiner. En ik vind het ook fijn als het iets wijder zit. Dus ik heb de L meegenomen. €20. Ja. Nou, dan heb ik dus een paar shirtjes meegenomen die ook allemaal leuk staan bij het zwarte rokje. Mm-hmm. Nou, als eerste is dit gele topje. Nou, ik vind geel wel leuk voor de zomer. Ja. En ik vind die knoopjes heel erg leuk, dat het zo doorknoopt. Ook is het van hout. Hè? Of een beetje een beetje hout. Een beetje die houtlook. En dan kan je er bijvoorbeeld een blazertje overheen doen. Dus als je dit dan in je rok doet en je doet er nog een blazer over. Ja. Is ook leuk. En die was ook niet heel duur, toch? Deze was €19. Ja. En nou, ik zal de rest natuurlijk even laten zien. En het witte t-shirtje met die tekening. Mm-hmm. Ja. Ja. Dat vind ik dan een leuke basic. Zeker. Maar toch net even een beetje... Nou ja, ook bij die spijkerrok vond ik hem heel leuk. Bij die zwarte spijkerrok. Ja. Is leuk. En dan nog deze met streepjes. Deze zag ik op het allerlaatste moment nog. Mm-hmm. Een beetje Frans eigenlijk. Hè? Ja, maar is natuurlijk altijd goed. Hè, dat is ook leuk. En wat wel even leuk was, dit shirt is €12,99. Oh ja. Dat is echt wel... En dat is echt heel... Een budget buy. Dat is echt een budget tip. Ja, en toch heel speciaal vind ik. Mm-hmm. En deze is €16,99. Ja. En deze is ook wel lekker dik. Dit is toch... Ja. Maar de Only is ook eigenlijk een van mijn favoriete merken. Ja. Want ik heb ook een ander topje gekocht. Die heb ik op het laatst even gepakt. Die heb ik niet gepast. Maar ja, dit is dan weer zo'n basic met een kanten bovenkant. Kijk. Nou, ja. Zit een beetje een kaartje. Maar dit is altijd goed natuurlijk. Ja, dit is echt het type shirtje waar je echt van houdt. Hè? Waar je ook wel meer van hebt. Ik hou heel erg van wit in de zomer. Ja. En deze die was €19,99. En ik had hem bedacht, want ik heb ook een spijkerrok gevonden. Die was wat minder, die was niet goedkoop. Even kijken hoor, die was €69,95. Mm-hmm. Maar die zat gewoon zo lekker, want er zat een stretch zat erin. Ik heb wel een L genomen. Stretchy. Ja. Ja, ik heb een L genomen. Ja, nou ja, goed. Maar als het dan goed zit en als je bijvoorbeeld moeite hebt om een mooie broek of rok te vinden en je hebt het al een keer en het zit een keer perfect. Toen dacht ik ook, dan moet ik ook dat gewoon doen. Want ik ben al heel lang op zoek naar een goede rok en hij is altijd bij mij, vind ik, net iets te kort. En dit is nu de goede lengte. Ja. Net tussenin.
Dus deze is een goede basic. En daar staat dan dit shirtje natuurlijk echt super leuk bij. Hartstikke leuk. En ik had nog een andere basic. Een blauwe. Die heb ik wel even aangehad in het filmpje. Maar die is 21,99. Die heeft een beetje zo'n crop. Een beetje halsje. Ingenaaid bij de hals. En het is gewoon heel fris. En die mouwtjes zijn wat meer. En ook een fijne luchtige stof. Dat was het vooral. Het voelde zo zacht en stretchy. En deze die is... Kreukt ook niet, denk ik, deze. Van Only. Ik heb echt echte Only girl. Ik ben een echte fan ook gewoon. die was 21,99. Dus ik zeg helemaal. Ja. Nou, en dan tot slot nog even een opvallend item. Dat is dit rokje van Lovies. Hm. En nou, ik had natuurlijk het hele pakje aan, zeg maar. Ja. Ook inclusief het jasje. En ik vond het wel op zich wel leuk staan, hoor. Ja. Alleen het jasje was ook best wel een klein beetje warm of zo. Mm-hmm. Ja. Winters. Het is een beetje toch een beetje keuze maken. Ja. Dus toen dacht ik van, nou, dan ga ik toch liever voor de rokken. Mm-hmm. En dan, misschien dat het jasje dan... ik zou het misschien toch nog wel leuk vinden om een keer bij te... Ja, maar dat kan altijd. Als je het in twee keer koopt, dan is het minder hard in de air. Tip. Ja, tip. Goeie tip. Echt een goede tip. Wie weet. Nou, ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Laat het even weten. Vonden jullie het leuk als setje? Ja. En of gewoon ook alleen de rok? En wat vonden jullie van de andere items? Ja. Ik ben heel benieuwd. Nou, laat een reactie achter. Volg ons ook op Instagram. ElmaVK en KeepOnStyling.com. Ja. Want we hebben hier heel veel stories ook gemaakt. In de pashokjes. En ook echt dingen die too hot waren voor het vlog. Too hot. En hebben we toch weer een story gedaan. Zitten toch in de stories. Ja. Dus volg ons ook daar. En dan hopen we jullie volgende keer weer te zien. Yes. Oké. Doeg.